mensen, welkom. U bent natuurlijk buitengewoon nieuwsgierig naar wat er vandaag allemaal boven tafel is gekomen. Dat was voor ons ook een hele hectische dag. Wij hebben vandaag heel veel energie gestopt. Enerzijds in het achterhalen van wie het bericht gepost heeft. En anderzijds in het analyseren van het bericht. Wat dat laatste betreft, daar hebben wij veel extra deskundigen gevraagd om hun mening te geven over het bericht, ook uit het buitenland. En uit die nadere analyse is bij ons door die nadere analyse is door ons de conclusie getrokken, ook op advies van die deskundigen, dat het dreigingsbeeld naar beneden moet worden bijgesteld. Met andere woorden, het is minder dreigend dan wij gisteren dachten. Dat was natuurlijk goed nieuws. Het tweede is dat wij vrij zeker weten dat het bericht vanuit het buitenland op de site is gezet. Precies te zijn vanuit Costa Rica. Het is in theorie mogelijk dat het vanuit Nederland via Costa Rica op die site gezet is. Dat moet nog nader onderzocht worden. Dat vraagt rechtshulpverzoek aan Costa Rica. Hoe lang dat duurt, dat weten wij nog niet. U wilt natuurlijk ook weten of het nieuws dat, waar vandaag over bericht is, over de aanhouding van iemand die op de British School in Wassenaar heeft gezeten, of dat de dader is, dat kan ik op dit moment niet bevestigen. We hebben vanavond met de schoolbesturen om de tafel gezeten om te spreken wat moeten wij nu doen in het licht van het feit dat het dreigingsbeeld naar beneden is bijgesteld. Enerzijds dat wij iets meer weten over hoe het gegaan is met de posting van het bericht. Hoe moeten we dat duiden? Terwijl we aan de andere kant nog niet precies weten om wie het gaat. Het dreigingsbeeld niet tot nul gereduceerd is. Dat is best lastig, want je weet bijna niet wanneer je tot een normale situatie weer over moet gaan. Uiteindelijk zijn wij gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat het beste is om morgen weer open te gaan met de scholen. Maar de politie in verhoogde staat van paraatheid te laten. En elke school ook voorlopig te laten bewaken door politiemensen. Totdat we iets meer weten. Dat is datgene wat ik u nu te zeggen zou hebben. Dank u wel.